Vandaag hebben we een leuke excursie en dat is in Hurlegriep, Hardegrijp, waar we een gemeenschaptuin gaan bekijken. En deze tuin heeft verschillende thema's, zoals vlindertuin, bijenstal, teeltuin, permacultuurtuin, pluktuin, medicinale kruidentuin en een boomgaard met voedselbos. Geweest, MBO, middelbaar beroepsonderwijs, alles wat met groen te maken heeft. Bos- en natuurbeheer, opleiding mee opgezet. En hoveniers opgeleid, niveau 3, niveau 4. En ben nu zelfstandig en geef workshops en cursussen. Het is voor de natuurontwikkeling weer heel mooi om te zien. Dat is een vijver die wij 3 jaar geleden hebben gegraven. Door een kraan laten doen in dit geval. En het bleek bij het uitgraven, we wisten dat hier op 1 meter een leemlaag zat. En we bereikten de leemlaag met het uitgraven van de vijver, het diepste gedeelte. En toen bleek er gewoon spontaan kwel uit omhoog te komen. Dus die vijver houdt zichzelf, ook bij een extreem droge periode, zichzelf in stand wat water betreft. Heel zuiver water, intern water, heeft geen verbinding met de buitensloten die hier liggen. Er zit wel een buisje wat uiteindelijk als het pijl te hoog komt het water afvoert. En de vijver staat in contact met de greppels op de tuin voor de afwatering. Want van oorsprong is dit laagveengebied heel erg laag, heel erg nat. Zo zijn we ook begonnen. En door het greppelen en het ontwateren hebben we een heel mooi watersysteem ontwikkeld. Waarvan deze vijver een van de basisplekken is. Deze tilttuinen, dat beslaat ongeveer een 2000 vierkante meter van een totaal 7000 vierkante meter hier aan terrein. Daar hoort de boomsingel ook bij. Deze tilttuinen die zijn in de loop van de jaren ontwikkeld. Eerst hebben we het een poging gedaan om het met paren te ploegen. Dat lukte niet helemaal, omdat er nogal wat draderig onkruid in zat. Tegenhield dat het geploegde omteerde, zeg maar, waardoor het een hele mooie floor werd. Dus we hebben het later met de hand moeten spitten 1 keer. Daarna hebben wij nooit meer gespit. Ik kan het zo meteen laten zien. Het bijzondere van deze tuin is, en andere permacultuurtuinen, op basis van permacultuur, is dat wij in de winter de perken altijd gesloten hebben. Dus laten we begroeien met verschillende gewassen. Ik kan het zo meteen wel even laten zien, waardoor de bodem bedekt blijft en er geen mineralenverweer eigenlijk plaatsvindt. Mineralen kunnen niet uitspoelen, blijft in de grond. Je ziet hier bijvoorbeeld de muur, heel erg gewild bij kippen. Nou, dit laten wij mooi als bedekking zitten tot volgend voorjaar. Je trekt het er in het voorjaar gewoon uit, je kunt het zien, heel makkelijk. Dan is het ook afgestorven. Dan is het, als we een beetje winter krijgen, vriest het kapot. Kunnen we het zo uittrekken, kunnen we saaibedden weer klaarmaken, heel licht bewerken. En dan is dat weer een basis voor het komend jaar. En al het afval, alle groenteafval, tuinafval, hekkelafval, sodaafval, gaat allemaal naar de bokashi-hopen die wij hier maken. Kan ik het een klein beetje vergelijken met de groenbemesters zoals mosterd? Ja, gebruik hebben we ook gebruikt. Het is, in het voorjaar wordt mosterd hebben we hier vooral gezaaid in verband met de bijen. Omdat we hier ook een bijenstal hebben, ook honing produceren op de tuin. Hebben we dat dan wel gebruikt, alleen dat zijn al dikke stengels. Je zou het ook laat kunnen zaaien, waardoor het een wat lager gewas is. We hebben hier wel 3-4 verschillende soorten in september nog gezaaide groenbemesters. Oké, in september nog? Ja, in september zaaien we dat nog door. Er komt wel heel veel ook tuinerf doorheen, muur, maar dat is niet zo erg, want dat is ook een laag bedekkend gewas. En er kan zelfs nog productie van komen. Dus het lijkt rommelig, maar het is met een bewust idee en blijft die bodem bedekt. Ja. Daar hebben allemaal woudbonen op gestaan. Die woudbonen die worden afgeknipt, zodat de wortels in de bodem blijven zitten.
En die wortels in de bodem geven, die hebben zuurstof of stikstof geproduceerd. Stikstofknalletjes, omdat het vlinderbloemig is. En die blijven dus die stikstof afgeven. Dat is een vallend product. Zou kool kunnen zijn bijvoorbeeld op zo'n plek waar bonen hebben gestaan. En voor hardnekkige onkruid zoals kweek en winden en... Hebben we er allemaal uitgehaald. Dat is eerst handmatig allemaal verwijderd? Ja, handmatig verwijderd. Ja, en met een greep. Zoals met kweekwortels en winderwortels. Als je even die greep erin zet en je trekt hem een beetje om, de grond een beetje los. Ja. Dan haal je ook zo die kweekwortels en die winderwortels eruit. In plekken waar we dat niet doen, nou, dan zie je het ook gigantisch groeien. Zoals in de bijentuin, vlindertuin. Maar hier in de teeltuinen wordt het allemaal verwijderd. Want je ziet ook wel mensen die leggen eerst karton neer, hè? En dan daar een laag compost overheen. Ja. En dat het dan afsterft, hè? Die hardnekkige kruiden of onkruid. Ja, klopt. En dat is eventueel ook een... Dat is een optie als je een valkstuin overneemt van iemand anders en het zit vol kweekgras. En vol zevenblad en vol met winden bijvoorbeeld. Is dat een hele goede optie, maar dan moet het ook minimaal een half jaar blijven liggen. Karton. En daar zit dus inderdaad goed afdekt met karton. Bijvoorbeeld van die fietsenhandelaren. Ja. Die hebben heel veel karton vanwege de fietsen die zo ingepakt worden. Ja. Je haalt het plastic even af en de nieten eventueel. Je legt dat overlappend op elkaar. Mits die bodem niet al te nat is. Hier zijn plekken bij waar we het ook geprobeerd hebben. Is de bodem te nat. Maar in de meeste situaties is dat geen enkel probleem. Je dekt het af en je kunt er inderdaad een laag bokashi compost op doen. En daar kun je ook meteen in kweken. Hier zie je trouwens heel mooi het gebruik van bokashi. Dit bed is schoongemaakt nog zo'n beetje in oktober. We hebben hier een laag van, nou, ik denk bijna 10 centimeter bokashi opgebracht. Maar als je ook ziet hoe die bodem eruit ziet, dat is puur bokashi. Het ruikt heerlijk, het ruikt echt naar hele gezonde grond. Dat is direct te gebruiken als saaibed. Het is nou... Er zit nou wat onkruid op, maar ja, dat haal je er zo af. Dat is niet zo heel veel werk. Bij een hele droge dag schoffelt zoiets. Het schoffelen wel. Kan helaas niet anders. Schoffel je het eraf en je laat het liggen en het is weg. En dan kun je het al vrij snel kun je het inzaaien. En nooit, nooit compost ook, bokashi ook, nooit inwerken. Altijd op de bodem laten liggen. Nooit inwerken. En zelfs compost, die leg je als laagje op de bodem. Maakt niet uit hoe dik dat is, 10 centimeter, 5, 6, 7. Niet inwerken, op de bodem laten liggen. Het bodemleven haalt het wel naar beneden. Het zijn niet alleen wormen, maar het zijn natuurlijk ontzettend veel micro-organismen en bodemleven. Ja. Diertjes die dat insecten duurt naar beneden halen. Hier hebben wij veldsla ingezaaid als groenbemester. Dat is zo half september gebeurd. Je ziet hier overal, behalve de plantjes, allemaal veldsla. Zie je hier ook allemaal andere plantjes. Hier zit dan nog een kameel doorheen. Dat staat ook op mijn tuin. Maar die veldsla, die hopen we dat het nog voor de winter... maar het ziet nu al een bedekking opkomen. Die bodem dusdanig bedekt dat er, dat die niet uitloogt. En met regenwater ook. Het water blijft er ook in komen. Het spoelt er ook nooit af. We hebben ook veel planten, steeds meer vaste groenten... waar we mee gaan werken. Onder andere ook eentje van. Dit is een koolsoort. Dit is eeuwig moes. Eeuwige moes, ja. Ja, dat kun je heel goed gebruiken. Dit hebben we gewoon als voorbeeld hier in de medicinale kruidentuin staan. Omdat we het ergens een plekje moesten geven. Heel goed om te weten is dat wij een speciale smeerwortelsoort hebben aangeschaft via Frekens zaden. Hij is net geplant in september. Je ziet nu al hoe gigantisch gewas dat wordt. Dit kun je minimaal 5 keer per jaar helemaal afsnijden. En dat kun je gebruiken. Er zitten gigaveel mineralen in als bemesting op de tuin. Je kunt het versnipperen, je kunt het verknippen en op de bedden gebruiken. Daar gaan we een proef mee doen. We hebben dit nou 5 planten aangeschaft, 6 planten aangeschaft. En ze wordt zo hoog. Het is een steriele plant, deze. Maar het is familie van de Russische smeerwortel. Hier staat ook een eeuwig moes tussen. Ja. Die gaan we straks gebruiken om dus bemesting op peil te brengen. Dus, hier stonden een paar planten goudsbloem. Die heb ik zaad gewoon even wat uitgestrooid in een bedje om het even uit te planten of uit te zaaien. Zodat we het overal de tuin kunnen inplanten.
helpt ook tegen bepaalde ziektes en insecten die erop afkomen, die ook weer een bestrijding verzorgen op de rest van de tuin. Je vindt de postelijn? Nou, ik heb het hele fijne zaad behoorlijk gemengd met zand. Maar als je ziet wat dit nou als bedekking geeft, half september gezaaid. Oogstbaar, kun je nu al oogsten. En het blijft terugkomen. Het is winterpostelijn, het is een heel mooi roze bloemetje wat eruit komt. Je ziet het in het wild ook heel veel groeien. En dit, dit blijkt nu al een perfecte groenbemester voor de winter te zijn. Het is bedden met aardappelen bijvoorbeeld die vrijkomen en er komt geen vervolggroente op. Zou dit heel goed gebruikt kunnen worden. Wij kregen van Douma het advies om pluksla te gaan gebruiken. Nou, je ziet hier het resultaat. Half september gezaaid. Een gigagroot bed vol met pluksla. Wat je nu dus al kunt snijden, plukken. En ook kunt eten, tot ver in oktober. Bodembedekking. Nou, je ziet er bijna geen ander onkruid doorheen komen. Wat een fantastisch idee. Ja, nou, zo zijn er nog meer mogelijkheden. Bladramenas hebben we ook gezaaid als voorbeeld. Ja. Het staat er verderop. Ook is een perfecte bodembedekker. Half september gezaaid. Nou ja, een giga gewas. Ja. Kun je ook de complete bodem mee laten bedekken. Je snijdt het voorjaar af. Hoeft het niet te spitten. Wordt ook niet al te hoog, hè? Nee, wordt ook niet al te hoog. Sterft wel af als het gaat vriezen. Bedekt de bodem af. Mulch de bodem. En je schoft het af in het voorjaar en je laat het even liggen. En het mooiste is alles laten liggen en daartussen planten. Eventueel plantjes. En als je het wel gaat zaaien, moet het bed nu schoon. Nou, kijk, de mollen die gaan hier keurig het terrein door. Ja. En dit is perfecte grond om in te zaaien. Als je deze grond gebruikt, mooi losgemaakt, door de mollen, kun je dat perfect gebruiken voor zaaimateriaal. Zaaibakjes of in... Wij halen ook altijd... Nou, dan gaat er iemand even de tuin over. De molshopen weghalen. En dat wordt gebruikt voor zaaibakjes. Beetje aanlengen met zand nog? Zou kunnen. Ja. Als het kleiig is wel. In dit geval hoeft dat niet. No. Fruitbomen, dit zijn hoogstaan fruitbomen. 37 soorten, waarvan hele bijzondere. De bordjes die zijn al wat aan het verteren, maar we hebben daar een platte grond en daar staan ze allemaal keurig op. Ook het snoeien van deze hoogstaan fruitbomen is een vak op zich. Dat doe ik hier op de tuin ook vaak met studenten. Maar ook met workshops, snoeien, ja. Uit het dorp. We hebben hoogstaan fruitbomen, we hebben heel veel bessen staan, appelbes. En dan hebben we hierachter in het verlengde daarvan een voedselbos. Ja, dus eigenlijk wordt dit ook voedselbos op den duur. Het is nu een hoogstaan fruitboomplek. Uiteindelijk is het bedoeling om alles wat je ziet vol te planten. Het gebeurt ook al met frambozen die spontaan zich uitbreiden. Dat gaat gigasnel. Ja. Er stond een heel klein rijtje frambozen, dat gaat heel snel door. Er staan hier Spaanse hazelnoten op de tuin. Plekken waar de blauwbes staat, dat wil niet echt goed. Die moet er wat meer schaduw hebben. Dan hebben ze het voedselbos wel verder staan. Vijgen hebben we erin geplant. Gewoon een grapje, hoort er ook bij. Nou ja. Het is die workshop bocassie die ik geef, die geef ik omdat bocassie een niet al te bekend fenomeen is. Het is de fermentatie van alles wat wij aan groen afval op de tuin krijgen. Dat is alles. Grasmaaisel tot, je ziet het hier, tomaten die zijn gerooid omdat we ruimte in de kast moesten maken. Waar ook al uitgegroeid. De bonen, stokken van de woudbonen komen erop. Hier ligt een hele partij. Planten die is bedekt, maar dat is de bedoeling om uit te planten. Alles wordt erop gegooid. Wij doen dat niet in één keer. Het gaat in laag voor laag. Als deze laag voldoende is opgehoogd, dan wordt hij behoorlijk aangestampt. En vooral dat hij goed wordt opgezet, dat hij stevig staat. Goed aangestampt, dan worden er kleimineralen overheen gestrooid. EM-bacteriën, dat is een vloeibare mengsel. En daarna... En daarnaast ook nog gemalen schelpen voor de kalk voorzien. En dan gaat uiteindelijk, als die hoop groot genoeg is, zullen we daar zien, gaat er een plastic zeil overheen. Gewoon dik landbouwplastic. Dat gebruiken we ook meerdere malen. Dus één plastic doek bij, dat hebben wij al 3 keer gebruikt. Dat is nou voor de 3e keer. Zo wordt die hoop langzamerhand uitgebreid. Tot een meter of 10, 12 lang. 2 meter breed ongeveer.
en ongeveer 1 meter tot 1 meter 25 hoog. Bokashi is een fermentatieproces, dus een zuurstofarm proces. In tegenstelling tot compostering, dat is een zuurstofrijk proces. Bij compostering verbrandt nou zeker 50-60% van het materiaal verbrandt, dus je ziet die hoop ook inslinken. Bij Bokashi is het bijna 90%. Kan ik het vergelijken met wat die boeren doen met mais in kuilen en dan onder plastic, dat dat ook een zuur, dat dat zuur wordt? Dit wordt niet zuur. Dit wordt niet zuur? Nee, ik kan het je helaas niet meer laten zien. De boom zou ik een hoop open moeten maken. Dat kan, want hij is klaar. Heeft er jaren in gezeten. Okay. Dus bij de cursus haal ik hem open en dan kunnen we hem ook zien en kun je het ook ruiken. Maar het moet juist niet zuur ruiken. Als het zuur ruikt, is die hoop niet goed. Okay. Maar goed, wij doen er niets heel speciaals aan. We brengen alleen wat producten toe. Ja. Om te zorgen dat die bacteriën erin komen. En die schimmels, die bacteriën, anaeroop, zuurstofarm of zuurstofvrij milieu, zetten dat om. Dat is eigenlijk te vergelijken met fermenteren van zuurkool, wordt wel zuur natuurlijk. Ja. En mais ook. En ingekuild gras ook. Maar dit niet. Deze Bokashi is klaar. Je kunt het niet vergelijken, maar deze hoop is niet ingeslonken. Hij is op hetzelfde volume blijven zitten op het moment dat wij het afdekten. Je kunt aan de folie zien, de landbouwplastic dat we hier en daar hebben nog wat scheurtjes of gaatjes in gezeten. Dat plakken we af en er mag absoluut geen zuurstof bij komen. Deze gaan we openen bij de cursus Bokashi die ik eind van deze maand ga geven, een ochtend. En dan gaan we het resultaat bekijken en ook verwerken op de tuin. Een plan gemaakt met studenten van het MBO, Noordwijk College, waar ik docent was toen. Die hebben ook de uitvoering gedaan. Die hebben de bossages, dat stond hier hoofdzakelijk, sleedoorn, cornoelie en Spaanse aak in. Die zijn allemaal weggezaagd in het deel voedselbos wat wij wilden ontwikkelen. Er zijn wat grote bomen uitgezaagd. Er zijn een paar grote bomen zijn blijven staan. Met name de hazelaars en de meidoorns, ook omdat ze eetbaar zijn. En we hebben een paar dingen aangeplant, maar de rest dat komt spontaan omhoog. Hier zie je Japanse wijnbes. Nou, het zijn net pagodes. Dat is een fantastisch gezicht. We hebben er geen één van ingeplant. Ze zijn spontaan gekomen, misschien van de volkstuin of van de tuin hierachter. Maar ze vormen, ze hebben ook giga veel gedragen. Ze vormen lange ranken, die gaan als pijlen naar beneden. De toppen van de lange ranken, die ombuigen, die gaan wortelen. En het is net een pagode. Het zijn net die hele grote bossen worden het met Japanse wijnbed. Deze, die gebloeid hebben, nou, die zouden in principe uit kunnen snoeien. Wij laten het zitten. We doen er niks aan. Die lange ranken die dit jaar zijn ontstaan en die ook gaan wortelen, die vormen nog meer lange ranken. En dat gaat helemaal vol zitten met Japanse wijnbessen komend jaar. Jan Kastanje is geplant 3 jaar geleden. Hij wilde eerst niet groeien. Hij heeft 2 jaar wat zitten rommelen. En nu dit jaar gaat hij schot geven. Nou, met 5 jaar zit hij behoorlijk omhoog. Die wordt ook vrijgesteld. Ja, verder zijn er heel veel rozen ingeplant. Er staat spontaan een engelwortel in. Nou, die komt allemaal spontaan op. En het voorjaar is het feestje, dan is al die hondsdraf die hierin staat, die bloeit. Het is 1 grote zee met hondsdraf. Niks aangedaan, het komt allemaal spontaan. Zodra je licht in de bodem maakt, dan zie je ook allemaal planten spontaan opkomen. Deze is wel aangeplant. Het zijn 2-3 Eliagnus abingi, een olijfwillig ingeplant. Het is de wintergroene soort. Die geeft ook bessen die eetbaar zijn. En het is een wellust voor insecten. Hij bloeit zelf nu nog. Ja, er komen afvluchtjes aan. Het is een wellust voor insecten. Nou ja, zo gaat het eigenlijk. Vooral vrijgestelde meidoorns krijgen een prachtige vorm. Juist als ze de ruimte krijgen. En die komen helemaal vol bessen. Nou, straks is het allemaal kramsvogels en
andere trekvogels die daarin duiken. Lijsters, grote lijsters, kleine lijsters. Hier en daar komt er een spontaan, dus hebben we heel weinig op de tuin. Lijsterbes opzetten, nou, die laten we ook mooi staan. En de rest wordt allemaal weggehaald. Er komt weer eiken op schort van bomen die gezaagd zijn. Behoorlijk gedund hier. Dat wordt allemaal uitgehaald handmatig. En dat is de eerste 2 jaar veel werk. Dit jaar heb ik er een paar uur in besteed en het is schoon. Dus al op schort wat er nou nog opkomt, dat haal ik weg. Maar de bodem raakt al behoorlijk begroeid met allemaal andere planten. Waarvan heel veel te gebruiken als kruid en eetbaar. Bijzondere bramen laat ik ook staan. Dat zijn de bramen met heel fijn ingesneden blad. De rest van de bramen haal ik hier weg. Hier aan de rand laten het zitten. Ik ga even... Ja, er zijn van 50 bramensoorten te zijn in Friesland. Dus ik ken ze niet hoor. Nee, maar dat wist ik niet, dat het zoveel soorten zijn. Ja, 50 soorten hebben ze geïnventariseerd. Ja, dit is ook een hele, ik vind deze heel speciaal met het mooie ingesneden blad. Die laat ik staan. Huls komt spontaan op, goed teken. Heel veel moerbei hebben we hierin geplant. Ja. Er staat nog een tamme kastanje. Ja. Die moet vrijgesteld worden, dus daar wordt in gezaagd komende winter. En de hazelaar daar voor die vogels. Ja. Het is een hele club. Ik weet niet welke dit zijn. Daarvoor hebben we hier vogelaars, die weten dat precies. En die komen overvliegen. Misschien wel uit het hoge noorden vandaan. Wintergasten. Wintergasten, ja. Ik kon voor een klein prijsje, echt voor heel weinig geld, grote blauwbessen op de kop tikken. Nou, die hebben we dus vorig jaar geplant, net voor de hele droge periode. Die hebben een behoorlijke tik gehad. Maar je ziet nu dat ze al behoorlijk opschot hebben gevormd. Het is opschot van dit jaar. Dus die gaan het ook goed doen. Ze zijn bijgeplant. Maar ze doen het hier beter, in dit wat halfschaduw milieu, dan op de tuin in de volle zon. Hier hebben we nog een kanoelje laten staan, omdat die ook vruchten geeft. Die in principe eetbaar zijn. Heel veel daslook ingeplant. Gewoon bij particulieren vandaan. Ja. Dit is de zuidkant. Eigenlijk zou dit wat lager gesnoeid moeten worden. Dat gaan we misschien ook doen. Dat we nog wat, vooral elzen uithalen. Wat boompjes uithalen om nog wat meer licht te geven. We hebben dan daarover met de gemeente hele goede afspraken gemaakt. Dat gaat in samenspraak. Ook dit is in samenspraak met de gemeente uitgekapt, want het was gewoon bosplantsoen. Maar gigantisch veel vogels ook. Ja. Dit jaar thuis voor het eerst geoogst, de honingbes. Nou, die komt echt van boven tot onder vol te hangen met allemaal mooie paarse vruchtjes. En die zijn lekker. De naam zegt het, maar die zijn echt, echt heel lekker. Die doen het vrij goed hier. Rozen bijgeplant, allemaal bijzondere wilde soorten. In dit geval is het dan een behaarde struweelroos. Nee, zo zijn er nog een aantal. Heel veel bosaardbei. Nou, dat heb ik 5 plantjes ingeplant. Zie hier het resultaat. Het enige wat ik doe, is er staat nog wat kanoelje in. Kanoelie en braam, die moet er even uitgesnoeid worden. Die heb ik er ook een keer uitgetrokken en dan redt zich dat. Wat één grote dichte vloer eigenlijk. Ja. Zonder dat er eigenlijk wat aan gedaan wordt. Behalve dan het uitsnoeien van de niet wenselijke struikjes. Het komt spontaan op. Ja, het is een willig. Die moet er even uit. Maar de zwarte bes en de rode bes hebben niks aan gedaan. Ook niet aangeplant. Hoort ook in het struweel. Hè? Die hoort hier van nature ook thuis. Maar die komen er ook spontaan in. Die gaat nu ook voor het eerst wat groeien. Moerbei, zwarte moerbei in dit geval. Er staan er circa 4-5 planten in, hier en daar verspreid. Daar staat er ook eentje. Verderop staan er nog een aantal. Dus we hebben minimaal ingeplant. Ja, frambozen die ik denk dat ik hier één heb aangeplant. Die zijn heerlijk. En die spreidt zichzelf vanzelf uit. Tot één groot veld framboos. Ook van een paar uit het dorp gekregen. Die postte het op een gegeven moment op de Facebook van het dorpstuin dat hij allemaal bottelrozen had. Dit is een echte bottelroos. Dus die hebben we hierin geplant, een paar verschillende plekken. Nou, dat gaat giga goed groeien. We kunnen blijkbaar toch wel wat schaduw hebben. Nou, zo zijn we natuurlijk aan het experimenteren. Daar kun je natuurlijk heerlijke jam van maken. Ja, ja.
Ik weet niet of je veel. Ja, hier ook spontaan op gekomen hoor. De Japanse wijnbes. Ik heb er een bordje bij gezet, want dat gaat allemaal veranderen. Gaan we bordjes bijzetten die wat langer leesbaar zijn. Wonder bij wonder doet hij toch. Er komen zelfs vruchten aan. De duindoorn. Schijnbaar is dit toch een betere plek dan daar op de tuin. Zwarte bes. Ook spontaan gekomen, niks aan gedaan. En hier en daar laten we gewoon de brandnetel staan. Vanwege de enorme geschiktheid voor een zwaardplant voor heel veel vlindersoorten. Ja. De plattegrond van de. Dit hebben we toen als plan ingediend. Bij het eerste jaar dat wij bezig waren, toen waren we nog niet eens bezig, toen hadden we het terrein nog niet eens. Toen heb ik dit ingediend bij landschapsbeheer. Meegedaan aan een prijsvraag, dat hebben we niet gekregen. Dat vond ik zo'n mooi project dat ze spontaan 2000 euro hebben gedoneerd en daar hebben we onze fruitbomen voor gekocht. Kijk. Met palen. Heel veel appelsoorten zie ik. Ja, 37 appels, peren en bewust geen kersen, want die worden toch door vogels opgegeten. Er blijft niks van over. En uiteraard de wichter staat erin. Die hebben we ook van iemand gekregen. Verkoop wordt hier nou gedaan. We hebben hier ook vol continu verkoop. Ja, dit jaar wat later op gang gekomen. Door de toch wat late voorjaar. Op een of andere manier. Maar verder biodiversiteit, van heb ik jou daar. We hebben er allemaal tegels of allemaal dakpannen gekregen. De ijsbaanclub die wil een nieuw dak. En ze hebben ons benaderd van willen jullie de oude dakpannen hebben? Graag! Dus die hebben we allemaal aangelegd. Een grote liefhebber, de Imker ook, die heeft een prachtige pluktuin gemaakt, waaronder een rotstuin. Ja. Allemaal initiatieven uit het dorp. Dat maakt deze tuin. En als einde bestuit, ja, ik zou zeggen die bokashi, dat is echt wel een wonderproduct. Ja. En dat bedoel ik met wonderproduct, iets wat heel veel volume blijft houden. Ondanks dat het een fermentatieproces is, niet zuur, heel mooi materiaal. Maar dat kunnen diegenen die met de workshop meedoen, mee beoordelen. Dan gaat hij voor het eerst open. Er valt nog veel meer te zien op deze tuin, maar we laten het eventjes hierbij. Wil je zelf op deze tuin rondlopen, wandelen en het met je eigen ogen bekijken? Kijk dan eventjes op de website van Dorpstuin Harde Grijp.